getroffen. Dus het fjouwer wien waar. Ondertussen heeft wel weer een size fjouwer voorsprong genomen om misschien een spullen eraan te krijgen. Juist morgen is het weer goed, hè? Ja, juist morgen had hij een hele goede gak. En dat vond de sluismeester van Lemmen, die vond dat ik, want ik kwam hier bij de sluis en ik meld me. En tevreden al hoe dat nou weer komt, dat ik het zo in één keer goed hier, maar ja, dat was gewoon geluk. Het was voor mij, ik denk, de mooiste wedstrijd van het hele scootsie-seizoen van de SKS. De windkracht is eerst fjouwer, misschien een vijfke nog in het begin. Dan zak het letter in een midden een beetje in elkaar. Dus het is ook een beetje de gok dat je reven of net reven. Of de reven op die het uithelje, zodat je komen kennen. En het is zelfs gewoon spannend achter Snits. Hè. In Snits is het gewoon kampioen. Maar daarachter, jongen, oh, mijn grauw, mijn dracht, mijn bolzet, mijn lemmer. Ik zit zonder meer nog wat verjeerder. Philip zit erbij, Langwart zit erbij. Ik ben een stik of fjouwer vijf die nog wel de twadde willen kennen. Nou, dat wordt verskorrende spannend in deze wedstrijd, is dat bepaald. Nieuwet. Een snits is weer voort. En ik heb Albert Juster beloofd om mijn Mickey in het traaideel te zetten. Dus die we twadde. En trede, ik denk Lemmer, thuiswetter. Hier is het zielen. Hier rekt het scootje us het. Goeien en welkom bij het scootsjejournaal dat Joen van aan wienerige IJsselmar bij de Lemmer komt. Dit wedstrijd één sielt waar. Moon wordt hier, ik weer sielt. En in het scootsjejournaal praten we nou over die wedstrijd hier. Met Dirk-Jan Reijenga van het scootsje van de Jouwer, dat knap twadde waar joet. En Sietemeter van Ljouwert is ik de gast. Speciale gast van Klaas Jansma. Mij zijn grootste adviseur en dat kan het oors wijzen als zijn vrouw Sietske. En Gjalt giet de Lemmer in om mij een speciaal koor te jongen. Maar eerst de sielerij. Het wedstrijdverslag van Elke Lok. En dit is de start op de Lemmer en die weer direct goed. En dan zitten we intussen al bij het Ljouwerter scootsje bij Sietemeter. Die zit wat onderin. En daar zit iedereen zijn bitje. Want het komt dan op de diek aan en dan maak je draaien. Ja, drachten. Ja, drachten verteurt eerst. En dat wil net verteurt eerst. Dat wil net achter Grauw rijtje bij Gelieks. Want ja, Grauw en drachten die strijden nog om het tweede plakje. En er ben een peer bij die Terix zat zitten. En dan zit er een mooie, stieve, grutte, topskoelte. En dan zie je dat Bolt het naar de diek tagget. En die sjoggen en die sjoggen en die sjoggen. Ja, want die moeten aan ze draaien. En dan hoop je ze dat het orenspul ik een beetje draaien. Maar jij er. Er komt Johannes Meter al aan en die zei van ik zal wel trode wien, want dat mat. Want Bolzert leidt er en daar ken ik net vallen en daar ken ik net tussen trok. En sageert het dan alle je goed in dat kruisrek. Maar de Wurrewollers wat meterkus Joen net zien stenen dat je op die Marre binnen. Dus Johan, nee, de Jouwer. Ik denk dat die ze wat de allerbeste start hier. Leidt hier al boven Bolzert en het hulle orenspul. Maar je sjoggen daar al van de voren bij die orenman zitten. Snits. En Snits komt er in die orenslag, komt het er samen bij. En dan is er al
eerste bij de tonnen. De Snitser Ponne, hij is dit hier absoluut net te verslaan. Ja, vriend Dierik al net. Maar Douwe Visser, de Leeuwen, nou dit hier helemaal in. Bolzert is als twaalfde met tonnen. Nou, die zit ik in die slag om dat twaalfde plakje. Dus die vinden dat voorlopig wel mooi. En die sjoggen in eerste nog net om. Dat is onverstandig, want dat is een hele griepers die eraan komt. Maar ja, dan moet Grauw wieken van Waals zijn. Dan moet iedereen wieken op elkaar. Dan moet Lemmer weer op Waals zijn wieken. En zo zit dat iedereen op elkaar. Wacht je maar, want Waals zijn ken ik net dadelijk om die tonnen. Want dan moet de eerste Jenne Waals nog om. Dan moet Philips nog om. En dan moet al die oren ik nog om. En dan pas drachten ik nog. En dan zit ik bij de favorieten op dat tweede plekje. Nou, en zei je dat dan voor. Het bier een beetje een griepers, maar ze sparen elkaar al eer. Als ze kwamen bij Huzem Suur wat nou, aan de letterkant dat er draait waar bij de orenkant. Maar dan is het mooi van de wien voor richting het strand, want daar leidt de onderste tonnen. En wat gebeurt er dan in dit stikje? Daar gaat Bolzert snits voorbij. Het is haast uniek in deze historie, maar Bolzert gaat snits voorbij in het Vaderwiense rak. Het Oren Lavieri, dat komt dadelijk. En snits maar dus voorlopig even genoegen nemen met een tweede plek. Maar daarachter, jongens, daarachter wat er gebeurde. Ja, daar komen. Nou, let eerst maar even Douwe Visser voorbij in. Tje, sa, drukt het al hier in elkaar als Bolzert om die tonnen komt. En dat je dat dan van de oren kan komen. Ja, er wordt elkaar onvoldoende ruimte. Jong Drachten kan net voortkomen. Wat zijn zit ertussen. Dan komt de geek van Lemmer, van Jenne Water. En dan moet Chris Nagelhout en Tijger van der Meulen besiekje die geek voor te krijgen. Als ze er net niet slagen, dan is er rechtstreeks het strand op. Maar het komt dan krijg goed. Nou, dan moet Drachten wachten dat wat zijn voort is. Maar ja, die kan het jij draaien als dat Jenne Water voort is. En die oren aan de orenkant die daaronder liggen, die hebben al je wachtje, wachtje, wachtje. Dat wil zeggen dat Grauwe zelfs in het gotje doekt. Wat deze skippen daar litten, want dat kennen het oors van die matte ommelkoren heen. Nou, voorin, Snits maakt het dadelijke regaat. Eén keer naar de Walta en dan van oude pier weer naar de tonnen. En dan maakt Bolzert er alweer achterlangs en in het begin verwin op. En dan kan Bolzert beter omschen naar wat erachter zit, want dat is de jouwer. En die komen hut opzetten. Nou, daarachter komen dan al die oren. Daar komt Grauwe als vijfde. Daar komt Drachten achteraan. Daar komt Lemmer achteraan. En Sjö, dat eer me wat zijn. Dat maakt dan oeral achter iedereen. Langs. En dat komt dan verder een heullijn voort, want ze kennen voort net rij. Want er komt een hulploeg oer bakboord langs. Maar ja, je moet eigenlijk net door een stuurboord bij die tonnen komen. Nou, dan Jouren en Bolzert, want Jouren die rond eigenlijk hudder als Bolzert. En jij hebt bij de tonnen gaan ze hun dan te pakken in een prachtig kruisrekje. Dat weer wel heel mooi. Dat is een van de weinige mooie dingen van een beetje. En Jouren die versloeg in één keer Bolzert in dat kruisrek. En die zou gewoon twee blijven en Bolzert zou drie worden. Der voor oren hult hij niks meer kan. Ja, de afstandjes waren wat grutter alweer. Ingen snits, twee Jouwer en drie Bolzert zou blijven. Daarachter zie je het Jennewald, die scoorde ik al mooi bij. Dat is wel aardig van de Jennewaldsers. Ja, snits leidt voorop. Dat is gewoon te vier voort. Iedereen vindt het vreselijk, maar die bin gewoon te vier voort. Maar ja, die man had alles heel goed in de gaten. En die komen dan om de tonnen. En dat Lenzhuis wat weer het spot is, dat kan Douwe helemaal neer het skillen. Nou, dan komen we bij de Grausters te laden. Want de Grausters die in de street aan. Maar Jenne Waard, die sluiten mooi aan. En dan denk je dat er een fantastische street losbarsten zit. Maar dat is dus net zo. Want ze litten elkaar al hier in hun waarde. En ik let even zien dat Ljouwert hier achter iedereen langs maakt. En dus achteraan in het klassement komt van deze dij. Maar het is net oors. Maar deze street, dachten wij dat het heel wat worden zou. Jenne Waard gaat voorop. En Grauw gaat daar achteraan. En Grauw rond eigenlijk hudder. Maar dan komt er oerlis in het vader. Want ze gingen beide protestvlaggen hingen. En Douwe Visser van Grauw zit voorop. Rint nog eens even onder de loer te trog. En praat met Gerhard Pietersma. En die ropt allerhande dingen weer om. En ik denk dat Grauw vregen had van look die protestvlaggen er dan ik maar u. Dat haar wij, ik al dingen. En dan shoppen het verder wel. Nou ja, en ja, het is moeilijk zielen ja, om in je net voorbij te gaan. Dus Jenne Waard haalt voorlopig de protestvlaggen er nog maar even in. Maar Grauw keert er keurig elke keer achterlangs. En verder gebeurt er helemaal niks meer. Nou ja, Lemmer en Jere Vinger gaan nog een mooi duel zien. Daarachter Drachten en Waard zijn ik nog. Maar hij is de absolute winnaar. Geert Oeral Valois. Heel rustig. Een einde voor. Ja, de man zullen dadelijk in de studio zeggen dat het net meer Safir voortrom. Dat hoed ik helemaal net. Nou, dit weer dan, zeg ik al, de nog aardige street. Maar Jere Vingers zou er absoluut net meer bij komen. En dan kan je hem alleen maar even zien. Hoed die man bij Jere Vingers. Loekematten en loekematten en loekematten. Als ze eronder zitten, onder zien om er nog boven te komen. En een mattie scoort in dat Kenneth Oors. En Savi het hutwerken in een route die nogal
al vrij lang te worden hier op de Lemmer. Maar werd verder net al te volle street meer is hier. Want de scootjes die zielden gewoon achter elkaar aan. En als je achter elkaar aan zielen, dan ziel je elkaar net voorbij. En dus wordt hij de nummer 1, de snitserpannen, de vijfde oerwinning alweer. Op wij naar het kampioenschap, wat morgen misschien al viert werken. En dat weten die man natuurlijk. Nou, en hij wordt tweede jaar. Fantastische prestatie. Alle Lemsters op het juiste scootje. En dan in de Lemmer tweede worden. Lekker. Dirk Jan Rijk. Dit juicht. Nou, het klassement van Juwet. Snits voor het eerste, de Jouwer tweede. Bolze tredde, Jennewaard vierde. Grauw vijfde, Ljouwert zegde. Jereveen zonde. Wortzijn eindigt op het achtste plak. Drachten jochende. Ljouw Langwaard ziende. De Zuidwesthoeken elfde, tolfde de hele mannen. Ljouwert trettiende en viertiende Lodewijk Meter. Mooi huzem. Het klassement. Snits Boppe Oon, mij 9.5 op het tweede plak. Grauw, ik neef Douwe, zeggen we dan, mij 38.9. En op het derde plak de Jouwer, Dirk-Jan Reijenga, mij 39 punten. Intussen heb je zelf al een heel soort orenfavorieten zien. Geef even naar de onderrein. Op het elfde plak de Zuidwesthoeken. Tolfde de hele mannen. En trettiende wordt zijn. Viertiende Dochsweer Huzem van Lodewijk Meter. Ik docht het klassement voor het Dirk-Jan Reijenga. Heerlijk wedstrijd, zie je het? Ja, perfect. Mooi fut bij de start. Eerste kruis raak aardig knap zield. Op een gegeven moment pakken we bal zitten. En ja, toen werd het eigenlijk voor u een beetje besjoen. Toen werd het een beetje achtersnits aan. Slagen we er wat uit. Het ziet net volle marine. Nee, elke zei ja, hey, de eerste is even, dan giet het er even omwaai. En daarna wordt het saai. Uiteindelijk, ja, ik weet net wat er achterin gebeurd is. Nou, als je voorin zitten en je hebt zo'n wedstrijd en de slagen lezen er eigenlijk in. Nou ja, dat je net een volle keuze hebt. Nou, dan is het net zo verkeerd, hè? Ter Bosra, ik zit nu op het dik. Wij vonden een prachtig gezicht. En we hebben toch twee hele mooie routes, jongen. Daar heeft gelijk. Hij dacht, joh, nou, de volgorde, die bloed gelijk. Ja. Daar zit net volle avonturen. Nee. Hier de commissie van je van de Lemmer het beter uitlezen kan. Ja, als je hier nou een slag naar de dikta, naar de tonnen. En je hier een slag naar Gemalta, naar de tonnen. En dat waren de optimale slagen. Ging je daar tussenuit. Ja, dan verlenen jullie nog maar. Maar wat ja. Moest nou doen als commissie om er een mooie wedstrijd van te maken? Draaihoek erin lezen? Ja, misschien. Of de ton wat dichter bij elkaar, of die in een rak wat heger. Het leek gewoon te ideaal voor de Silas. Uiteindelijk wel, ja. Ja. Zit je dan voor iemand is net erg. Voor die jongen die nee, maar het meeste wat mooi is, omdat die schepen nog ze dicht bij elkaar gebracht binnen, zit het avontuur er net meer in het verschil in die schepen. Nee. En dus moest het nou in de route brengen, in de tactische strijd van Jurboot Bakbo. Op een gegeven moment durf je net meer verder te draaien, want dan weet je wel dat je er minder slag in gaat. Ja, ja, ja. Dus dan neem je geen risico's meer, dus je harder beter op wat je erop hebt. Zijn commissie moet nu ik weer heel nabij sturen op de nieuwe situatie van de formule. Tjoh, de route lijkt goed. Het had maar die formule te rijden. Ja, want die formule maken, dus ik heb maar sleek binnen, dus dat snits voorop leidt. En dan heeft een ideale route, dan komt er nooit meer in tegenbij. En als hij het water leidt, dan komt hij nog het toch juist uit om extra risico te nemen? Nee, juist net. Maar misschien maar Dirk-Jan, ik moet steeds klaar. Ja, ben je gek om risico te nemen? Maar ik twaalf leden, nee, hard erop. Wij lezen twaalf en we zorgen een liefst beetje naar het klassement verzetten. Ja, zo, op die dus manier. Ja, als je door de klapping in, heb je meer te verliezen dan te winnen. Ja, ja dan is de som makkelijk maken natuurlijk. Ja. Er is maar één man die het avontuur nemen kan, dat is Sieten. En waarom? Omdat hij achterin leidt. En hij zat dien, Sieten. Ja, kunnen we alle kanten van het meer zien. Maar. Maar net het goeie. Er was geen enkele goeie slag bij, nee. Nee. En wij hebben gewoon een oud zeil en het hangt alleen maar scheef en het wil niet. Dus ja, dan moet je toch een hoop risico nemen en hopen dat je er wat bij. Ja, en het is echt het valklinkend verlauwen. Ja, het zal nooit wat worden. Ja. maar wat dramatisch moet dat wezen, wat je saa zielematten. Ja, dat is ook een hele opgave om deur te blijven gaan. Want ja, we wisten eigenlijk al voordat we begonnen dat het achteraan zou eindigen. Ja. Ik heb er een keer op ziel te waren vertreden. Nou, dat is allemaal een deadline, hè, dan. Dat dacht ik al. Ja. Ik adviseur. Ja, Huizen met vroeger ook al het eerste, maar ja, dat is vroeger, hè. Ja, vroeger. Ja, vroeger. Dat is waar eenmaal, Klaas. Ja. Dirk-Jan, je zit redden in het algemeen klassement. Wie dat je doelstelling? Of wie je doelstelling kampioen? Nee, joh, we zijn natuurlijk een beetje. Nee, ik begon maar naar tuur dit hier. Ik heb mijn broer nog maar achterop, dat moet ik wennen. Hebben we hier ik al te gast al? Ja, dus je hebt je verhaal zich al vertellen kennen. Dan hebben we als doel van af en bij de eerste treien komen kennen. Dan heeft het echt heel goed dienen. Ja, tot nu toe lezen we nog op koers, dus ik kan alleen maar tevreden zijn.
het uiteindelijke doel is natuurlijk. Absoluut, ja. Nee, je wil ook. Het jouwste scootje is nooit kampioen geweest. Dus nee. De doelstelling is dat het jouwste scootje een keer kampioen maakt. Je kennen. En zit wat moet er nou gebeuren? Om dat Saphir te krijgen. Sjoe, wij zijn heel goed met de goede dingen bezig. We hebben natuurlijk van aan wennen moeten. Nou, we hebben de bemanning nog optimaal. En je zorgt dat gewoon groeien. Maar waar zorgt het in groeien dan? Ja, sowieso aan de uitslagen. We zijn heel constant maar wij zorgt het onboord groeien? Ja, dat zijn hele lietse dingen. Automatismes die ontstaan tussen voor- en achterdek. Hè? Tussen Alco en mij. En ja, dat het wat soepeler gaat dan het voorheen gaat. En dat je weet hoe je tuigen trimmen moet. Dat je weeromvallen kennen op situaties die je al een keer meemaken hebt. Maar hoe moet je nou ooit zijn oppermacht van Douwe Visser verslaan? Dan moet ik gewoon wachten dat die man mij per jong giet. Dat is een van de opties voor zelf. Aan de orenkant. Maar ik ben bang dat dat voorlopig nog net zo is. Net rem, je had er van je oorstijkt. Ja, nee. Dus ik zeg, we moeten ervoor zorgen. Ja. We moeten ervoor zorgen dat wij nog beter worden voor zelf. Maar zo is het alles verslaan? Optimaal. Ai. Ja, ik ben ervan overtuigd dat wij sommige wedstrijden sneller zielen kennen dan dat is niets. En wat maak je hem dan voor? Dan moeten we zelf nog wat toeker en wat slimmer wijzen. Om krijg u te start. Ja, als je een keer vorm binnen, nou, dan vallen de kansen. Als er een keer voor u is, dan is het heel moeilijk om bij te houden. Dus eerst het juwet ik. Nou, snits erin uit, wij rennen wat uit en dan komt bal ze erachteraan. We zitten net volle marine. Maar het zit hem net in de scootjes. Ja, natuurlijk zitten verschillende scootjes. Maar in principe, als je goed tuur en goed bemannen, dan moeten ze allemaal vrijwel liepen. Maar waar ontbreekt het je hem dan aan? Nou, een hele hoop oeren, meidje, denk ik. De Douwe is 24 jaar skipper. Ja. En hoe zielt al heel erg lang op een snitse pannen. Zolang dat er leeft. Wij zijn nu in het seizoen bezig op jouren. En dan is ik wat fuck hier zie je dan. En dat ben al die details spelen natuurlijk wel een rol. Zo, en in de eerste jaren krijg je hele grote klappen, meidje. Op een gegeven moment komt het op een lietse dingen aan. En daar ben je hem nou ontdaan, om die lietse dingen? Om die lietse dingen. De grote dingen, dat is clear. Ja, nou, grote lijn is wel. Maar zo, neem eens 10 seconden per raak. He, om die lietse dingen. Ja. En dan ga je dus, je wordt vier raken. Ja. Dat is 40 seconden per route. Erin je een minuut bij een uur. Ja. Juist. Ja. En dan vier routen. Dan heb je toch vier minuten. Nou, het verschil weer iets. Ja. Nou, hier met Alco van de week hier, hè, die nieuwe adviseur. Wat is het verschil voor jou tussen hem en Bind? Nou, ten eerste dat het mijn broer is vanzelf. Ja. Dat wij echt aan een heel wat genagen. En misschien omschrijf ik het dan wel het beste. Een blik. Ja, een blik of een gebaar. En de denkwijze is, light op in je lijn. Ja, en dat zorgt voor een stukje rust. Ik voor mij, maar ik aan boord. Wat je maar mag ik dat ik dat je hem nou zei heeg steen? Nou, in Auran hier winnen we vrij wispelturig. Nou, wie een hele goede klassering, maar ik hele min. Dat varieerde van traaien naar tretjes, soms in 2 dagen. Nou ja, waar is het toch zenuwachtig van Bind? Nou, dat wil ik net zo zeggen. Onrestig? Ik denk dat ik nog rustiger ben. Dat wil net zo zeggen dat ik onrustiger weer bij Bind achterop. Maar het is wel oors van mij nou. Ja. Wordt rustiger in die zin. En bleef nou altijd mijn alcohol te jaren? Ontkampioenschap van de jouwe thuis. Ja, dat is dus doel. En dan zou dan weer. Ja, en dan wint de Leimer. Want jij op het dik. Ja, op het dik. Ja, zeker, op het dik en onder de hoek. Moet je onder de hoek jaren. Zeg je een hele hoop dingen vanzelf. Ja. Ja. En wat zei je toch dan? Je weet er nooit hoe het erin verzelf. Nee, maar we hebben nou een doelstelling en de doelstelling is het jouw scootskampioen, meidje. Maar mooi, we hebben een lietse blik in die het? Nee, dat vertel ik je nog een keer. Nou, wel. Mooi wel. Nee. Nee, maar dat zei dan toch al genoeg? Ja, weet ik. Maar dan ben je toch een Lemster? Absoluut, ik ben geboren en getogen. Dan word je toch op Lemster scootsjes? Je is 15 jaar skipper op een Lemmer geweest. Ja, dan ben je er opgegroeid. Ja. Dus dan word je toch, ik wil er niks in de moelen lezen. Nee, toch ik net, nee. Maar dat zou wel vrij logisch wezen. Het zou logisch wezen kennen, ja. Oh, wat een diplomaat is het. Denk dat mij de Lemmer Gouwer kampioen werd, was het met de Jouwer? Nou, betrek je van mij de Lemmer al trijke kampioen geweest en de Jouwer nog nooit. Dus hij is dan nou een grotere uitdaging? Hij is er niet, bij het Ja, bij het Ruud. Hij had nou zijn ultieme uitdaging en daarna is helemaal kleer op een Lemmer. Dank u wel, Dirk-Jan. We beginnen naar Gjalt. Die gong ik de Lemmer in. Even jongen. En oh jongen, wat hier een mooi koor bij hem. Alleer van die SKS-man. En Lemsters. Lemsters. Gjalt, we staan midden op een Lemmer. Ja. We zullen wat jongen, maar waar is het mooi naam? Dit is een delegatie van het comité natuurlijk van het SKS. Maar het bleek ik al een keer zangers te wijzen. Ja. Zo, dus ik bedoel, dan mogen we maar even harden hier op een Lemmer. Even een mooi drankliedje, jongen. Oh,
zullen we drinken? Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Ik heb wat een dorst. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Ik heb wat een dorst. Ja, het is geweldig even. En mij zijn artiest als geld erbij, dat vind ik natuurlijk geweldig. Maar ja, wij als Chanticoor en de nieuwscommissie, we zitten, nou ik zo weer even zien van Steenhuis van de nieuwscommissie. En die ben ik alle keer bij Chanticoor. Er is genoeg voor iedereen, dus zingen we samen. Sla het wat maar aan, ja, zingen we samen, niet alleen. Maar jij bent de echte Chanties. Nou ja. Wij repeteren elke snijd de mond. Dus, en dit is dus. We maken graag jongen, ja. We maken graag jongen. Dat het is een lekkere hoor, dat jongen. Nou, dat zegt er zelf al. He, mooi is werken. Volgende maand nog een keer. Trine Veske zit er. Prachtig. Jongen, weer vleugel. Ja, precies. Samen, zeven dagen lang. Ja, lekker we samen. Een flesje bier erbij en ook een gooitje de tent uit. Ja, wat zullen we drinken? Hoeveel hebben we gedronken bij je? Weinig, helemaal niet. Heel weinig. Wij moeten er een kop erbij horen. Hoor. Je drinken net. Nee, nou, drinken we een bakje thee. Nee, dat is een goede morgen. Ja, Gjalt, maar het Lemster mannenkoor, zeiden we dan. Klaas, wij hier twee gasten zitten. Siete hebben we al even in de, binnen we al even maar in de kundekam. En daar zit Sietske. En als ik denk, Siete en Sietske, denk ik broer en zus. Maar die net zo, hè? Nee, de man en vrouw. En dat is een heel wonderbaarlijk stijl, deze beiden. Want Sietske is de moeder aller adviseurs. Zo kunnen we dat eigenlijk wel zeggen. En Siete heeft er voordeel. Maar misschien even gewoon, ik was een keer nadeel van. En dat zit hem in de felheid van Sietske. Maar zij is echt de adviseur. Ze zit naast hem onder het helmhout. En nou, ik bel jou het. Dus in mijn vraag, daarom deze beiden. Sietske, wie dat moeilijk voor jou zijn oerstap naar zijn jouw scootje wat een instituut is? Aan de ene kant wel. Je bent eerst eigen baas op je, hè, de IFKS. En ja, nu kom je bij een commissie. En dan is dat heel anders. En je bent niet alleen adviseur, hoor. Maar je bent ook schippersvrouw. Je merkt dus dat je ook alweer het he, met de vrouw alweer en dat moet je ook allemaal regelen. Dus het is net, je bent een soort regulateur voor iedereen, zeg maar. Ja, ja. Nou praat je zo vriendelijk en leuk. Ja. En hoe ik die ken en hoe ik die graag maak. Oh, dat is ook. Daarbij en bakboord en. Ja, ja. Dat is in de wedstrijd. Ja. Ja. Dat wie bij de IFK's. Ja, maar dat zie ik wel in de wedstrijd. Dus ik denk dat om. Sympathiek is of dat het terug is dat ik een protest uit mij deel. Een dokter denk ik op die ze manier. Ze praten niet in Fries. Wat is die rol, Sietske, als adviseur? Eigenlijk de soort rechterhand van Siete. En extra per eigen. En dan werd het, ik wil wat regels. Dus eigenlijk alle dingen die de skipper ik bied, maar dat doe ik mij. En doe het nou bij deze club, ik oor ze bij de IFK's? Nee. Ja. Ja, Fiesel? Ja. Oh. Volle rustiger. Ja, ja. Of komt dat omdat hij ernaast zit? Nee, we hebben een ander soort bemanning. Juist. Oké. Okay. En dat is een hele sympathieke groep bij elkaar. Super fanatiek. En het is nou niet echt meer een deel vakantie. Maar het is ook een deel van, we willen eigenlijk vooraan. Alleen we hebben een skip dat dat nog niet wil. En dus ben je rustiger dan? Ja. Ja, de beheerster. Beheerster. Ja. Want je dan komt bij zitten. Want die hij ooit, ja, het zit helemaal in de krachten van de familie Meter, maar die hij ooit als opvolger misschien wel het balse te scootje als mogelijkheid doen naar die. Nu zit de blauw het volle minder. Daar snap ik niks van. Dat is toch een mooie uitdaging.
Van gewoon zien dat ik mijn broer weer voorbij kom. Ja, nee, maar dat werd niks natuurlijk. Oh, let maar eens op. Oh, echt? Nee, maar even de keuze het was, doe best op mijn eigen skip verder in. De zon nou wel. Ja. Nou, en wat is er gebeurd als dan trogiest? Nou, die zon wel hadden we krek. En dat was toen nog een skip wat helemaal opknapt moest worden. En toen heb ik tegen een heid van ik ga me volledig storten op de zon en wol. En ik hou met de SKS even voorlopig even op. Je heid, hol op die, mij de zon en wol. Ja. Dat is altijd blijven. De onze familie steunt elkaar nog steeds. Ja, dat is, daar is helemaal geen zeer of dat soort dingen niet. Dus dat is gewoon van, ja. En hij is voor mij ook hartstikke trots dat ik nou op Leeuwarden zou. Oké, maar die zoon en wol, die is dan kwam naar de middenmoord van de grote aas van de IFK's. Ja. Daar weet ik zo'n beetje hoe. Nou, ik was er nog niet mee klaar. Ik moest nog meer dingen verbouwen. Dan heb ik aan Lodewijk al verteld wat er nog aan gebeuren moest. En dat moeten ze bij Huizen ook nog doen. Dus het skipje is nog niet klaar. Wat moet er aan gebeuren nog? Dan moet er even een ander voordekje in. Lichter? Ja. Meer gewicht onderin, minder gewicht bovenin. Tuurlijk, ik wil nog wat anders. Nou ja, ze hebben het silo natuurlijk met het oude spul van Huizen. Dat hoort niet bij dat skip. Dus ze silo eigenlijk met zeil die op een ander skip maakt binnen op dat skip. Maar hoe krijg je dat in de kop? Dat nou... De Lodewijk de 14e, de Sennekening, dat die dan het verkeerde tuig hebben, dat is ik het verkeerde tuig. Nou, dat zit in het silhouet van de SKS. Oké. En nu staat dan wel op jou het. En Balzit heeft geen letten, maar nou, wat is dat dan nou weer? Ja, dat staat dan ook op en dan, dan zeggen van, we hebben heel veel tuig gelegen. Nou, dan alles proberen in het voorseizoen en denk van, eigenlijk zit er helemaal niet een goeie in bij. En dat merken we ook, als we moeten eigenlijk van tevoren ook niet zeilen, want dat tuig staat maar een half uur goed. En daarna gaat de holte naar achteren en dan is het gebeurd. Het heeft die eigenlijk vreselijk afval? Qua dat wel, ja. Ja. En onze bemanning, omdat ze zo fel en goed de kop erbij houden, kunnen we soms nog eens even wat mee doen. De vierste hal? Ja. Ja. Versoepen. Wie hem versoepen? Ja. Maar hoe kan dat nou, dat je dat hebben? Dat je dat zou... Dat je, is er geen geld om wat oors of wat? Ja, daar is de commissie heel druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Die weet het ook, dat het zo is. En daar hebben ze zien laten wat er aan de hand is. En gelukkig werken ze met en geloven ze het allemaal. En dan kun je weer verder bouwen. Maar toen ze gewoon begonst, wisten ze het net? Nee. Oh, ik had wel een vermoeden. Oké, maar dan wisten ze het net. Wie net zijn design? Nee, maar dat is vaak zo. En dan kom je erop. Ja. Maar nu is het heel spannend. Want hoe twee hier is Pieter oor zijn termijn hebben. Eigenlijk best ook dan de gerechtigde om het oor te nemen. Op dat prachtige balste scootje. Op hier naar het snelste van de vloot. Ja. Ja, maar is dat hetzelfde verhaal met Dirk Jan en Lemmer. Dus, ja. Nou, hoe is het dan bij die? Maar even bij die wel we willen toch ook zien dat we met een ander skip vooraan komen. Dat is Bols hetzelfde vooraan. Leeuwarden nog niet. Dus ja, maar zij hier. Nou ben we twee verder. Kijk, Fred Sitskem, die had adviseur. En die weet vaak meer dan de man zelf. Ja, nee, die bepaalt ik meer. Ja. Sitskem. Giet er naar Balzen toe, twee hier. Om het maar direct te stellen. Dat leidt eraan hoe wij met de commissie omgaan. Wat bedoelst? Hoe reaal de commissie is. Juist. Oké. Okay. Dus morgen is er een sponsordij van Leeuwarden. Dat vaar ik maar. Had hij net van... reaal genaamd binnen? Nou, anders royaal. Dus meer over het, hoe ga je met elkaar om? Oh. En wat voor tijd gunnen ze je om over het scootje wel vooraan te krijgen? Bedoel je de royaal naar deze skipper? Juist. En zijn adviseur? Nou, ook misschien. De loyaliteit. Ja. Ja. Dat met alle een ambitie uitsprutsen worden. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat we weer in het avontuur stapt en we hebben eigenlijk geen afspraken gemaakt. We zien wel, godzegende de greep is er een beetje. Ja, nog 30 seconden, Klaas. Wat worst nog beslist witte? Ik heb wel iets trouwens. Nou. Mag ik? Ja. Ja? Want wij haar vragen hoe het is om hem te zien als adviseur. Maar hoe is dat nou om je vrouw als adviseur te hebben? Ja, heel apart. En ik denk dat meesten daar heel erg aan wennen moeten, maar wij kennen heel goed met elkaar. En we snappen elkaar en zij is gewoon echt de coach van het skip. Dan hoef ik me daar niet mee te bemoeien. Dan kan ik gewoon zeilen en opletten. En, ja.
En zij dus, de rommel regelen. Zij, op het scootje is zij de baas en thuis do. Zeg dit nee, maar. Samen. Zeg dit wat zei ze, Simone. Nou. Morgen ben ik daar beljouwd. Ik zeg me de bek uit de hekken praten. Dat zij en commitment krijgen van de commissie. En geld van de gemeente. Dat zij dat, want dat gun ik haar. Dat ze vooruit, want dit ben gouden meisken. Mooi, dank u wel voor je komst. We gaan naar die 2. Lemmer 2. Elke, wat staat dus te wachten? Morgen op een nieuwe scootjesiel op een Lemmer en dus op een nij op de IJsselmar. En het wordt op een nij een prachtige wedstrijd, al zullen een beetje minder wienwijzen. Maar er komen dus op een nij een heel soort meisken. Maar die staan daar op die pier, naar die IJsselmar te zien. Maar achter haar zit het grootste misverstand van de gemeente Lemfeland ooit aan. Want die had er alle bedrijven deel zitten. En daar hier natuurlijk prachtige, skitterende wettersportbedrijven komen maken. En werd meesten zitten kennen. Hoe je er wel een paviljoentje op het strand kan, daar kennen meesten. Ik keurig al eerder het scootjesiel te zien. Maar die industrie die testeert, die ging natuurlijk al jaren een oren kans tegen matten bij de Gruddersloos. Want dan hier het optimaal was. Maar ja, je kent net alles optimaal. Maar we zullen ze noemen dan even naar van. Maar, toch. Elklok. En de mening van Elklok. 29 graden wordt het morgen. De wind is zuid-zuidwest, fjouwer. Het centje skint, maar er is ik zo uit een trog bewolking. Wordt het spectaculair morgen, Sita? Ja, vast wel. Helly die holt dus uit de zeil. Ja, en vooraan. Ik flikker het zeil eraf en we doen een laatste greep met een ander zeil. En oh, je hebt toch nog een oorzeil? Ja. Zeg dit wat raars vertellen. No. Er is altijd nog een officieel plan, dus ik ondernomen om die hele baai uit te sluiten. Oh. Vanwege de stijging van de waterspiegel. Oh. Wat er dan weer gebeurt, ja. Nou hoop ik dat ik net meer leef. Oh, Klaas, nou, morgen hoop ik wel dat ze nog leeft. Want dan ben wij er, ik ben met het scootjesjournaal. Een heel soort succes morgen. En ik zou het zien, jou steeds vallen. Ontmorgen, want dan ben we er weer. Lemmer 2.